Dinsdag is een begin gemaakt met het leggen van de bijna 800 herinneringsplaatjes voor de slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944. De markeringen geven de grens aan van het verwoeste gedeelte van de binnenstad van Nijmegen. Ze zijn begonnen aan de Kop Mariekestraat, Burgstraat. Daar was vorig jaar al het eerste plaatje geplaatst om als aankondiging van we gaan het redden, we gaan door. Dus daar is nu de tweede tot en met de 17e vandaag bij geplaatst. Het is een aaneengesloten rij van herinneringsplaatjes met telkens bijna 3 meter tussen elk plaatje. Op 3 locaties wordt een uitzondering gemaakt. Het gaat om plekken waar losse bommen gevallen zijn. Het gaat dan om de Kronenburgersingel, de Kraaienhoflaan en op een stationsplein.